confettifabriek. Hoge hoogte, dan moet je buiten doen, niet binnen. Daar waait het tenminste. Ja, dat testen, dat is echt helemaal niks voor mij. Hé, ik ben een stukje kwijt. Waarom denk jij dat ze nog niet terug is? En waarom denk jij dat ik dat weet? Waarom denkt toch altijd iedereen dat ik altijd alles weet? Nou, rustig maar. Niet iedereen denkt dat jij alles weet. Oh, nee? Nee, ik bijvoorbeeld al helemaal niet. Oh. Nou, dan is het goed. Je maakt je zorgen, hè? Zorgen? Ik? Heel erg. Je hoeft je over Tespiet geen zorgen te maken. Die loopt echt niet in 7 sloten tegelijk. Ja, dat weet ik wel, maar toch. Tespiet is een taaie, man. Hey. Wel een beetje op je woorden letten, hè, Koele? Ik ben net zo ongerust als jij, hoor. Waarom moest zij dan zo nodig Kleurpiet ophalen van Sinterklaas? Dat hadden jij en ik toch net zo goed kunnen doen? Het heeft te maken met vroeger, joh. Toen konden ze heel goed met elkaar opschieten en ik denk dat het daar dan ligt. Ja, nou is al 3 dagen weg. Dat maakt me echt heel erg zorgen. Ach, joh, hoge hoogte, dat hoeft helemaal niet. Die zitten gewoon in een klein cafeetje, gezellig te kletsen over vroeger. Die zijn gewoon de tijd vergeten. Ja, en dat is nou precies waar ik me zorgen over maak. Nee, nog een keer. Regel 1. Men dient altijd de handen te wassen voor het puzzelen om bevuiling van de puzzelstukjes te voorkomen. Ja. Regel 2. Bij het ontbreken van een hoekstukje wordt men automatisch geroyeerd. Regel 3. Men dient altijd op tijd te zijn voor vergaderingen en altijd zijn legmatje bij zich te hebben. Ach. Misschien is het beter als ik even ga zitten. Als ik nog even ga zitten, kan ik er straks weer met 3 dubbele kracht tegenaan. Oep! Ik ben benieuwd waar Sinterklaas me nou zo dringend voor moet hebben. Zeer dringend zelfs. Misschien is het beter als ik niet ga zitten. Ik kan hem tenslotte niet laten wachten. Nee, dringend was het. Zeer dringend. Ik heb een oplossing gevonden. Oplossing? Ja, voor het probleem. Welk probleem? De slaapplaats. Kleurpiet, die gaat gewoon in mijn bed. Dan ga ik hierin. Een hangmat. Hulp. Zie jij niet iets over het hoofd? Zie ik iets over het hoofd? Ja, een hangmat moet hangen. Waar ga je hem aan ophangen? Ja, er zit van die lussen in. Die kan ik gewoon aan de spijker hangen. En dan doe ik beide kanten. Zo, joh, hij ging hoog, man. Hij ging helemaal... Wow, echt ongelofelijk. Hey, Hulp. Wat ben jij aan het doen? Hij heeft een hangmat gevonden. Ja, ik weet alleen nog niet waar ik hem aan op moet hangen. Oh, dat is geen probleem. Laat mij maar even. Hier. Oh.
Echt, dit wordt helemaal niks. Nou, zo snel geef ik het niet op, koelen. Nou, dat was een nippertje op zijn kant. Was ik bijna als een sperzieboon aan de vork geprikt. Zeg, paard. Weet jij misschien hoe ik zo snel mogelijk bij het kasteel van Sinterklaas kan komen? Ik heb namelijk een brief gekregen van Sinterklaas, waarin staat dat hij me zo snel mogelijk moet spreken. Het is heel belangrijk, ja. Hij heeft een probleem. Dus je snapt dat ik haast moet me... Zeg, paard. Weet je wel dat je hele mooie ogen hebt? De kleurschakering, de diepte, die moeten voor eeuwigheid vastgelegd worden. Zeg, paard. Je vindt het toch niet erg als ik je schilder? Wat is hier nou mis mee? Lig best lekker. Dan staan wij ons hier een beetje zorgen te maken over de slaapplaats van Kleurpiet, terwijl Kleurpiet er nog helemaal niet eens is. Tespiet trouwens ook niet. Ach joh, hoge hoogte. Die komt vast wel op de pootjes terecht. Hé, hey, hulp Piet. Hulp Piet? Confetti fabriek.